Hoe zo te zeggen. Degene die al hele filosofie hebben ontwikkeld over hoe je zo'n baan bijhoudt. Dan kun je zeggen, is dat nog nodig zo'n filosofie? Nou, ik kijk meestal maar gewoon aan het eind van de avond hoe die erbij ligt. Keurig netjes. En daarbij een echt de wol geverfd ploegje. Ja, en hoorde je net die 946 heel mooi hoge toeren, zingen door die originele uitlaat. En op een gegeven moment, toen waren we hier in de buurt van de 60 meter, toen ging die ineens een heel aardig toontje lager zingen. Namelijk zo ongeveer een halve toerental wanneer die uiteindelijk nog door is geroepen richting 73 meter en 91 meter. Maar dat was heel frappant, het was in een paar meter gewoon van maximaal toerental, maar je zou bijna zeggen half toerental. En dan hebben we het over een ploeg mensen over jaloers op te zijn, wat je net zei. Ja, dat heb ik inderdaad vorig jaar gezien. Krasse knallen, om het niet onderdeel te noemen. Deden hun eigen klus hier op het wedstrijdterrein na afloop van de wedstrijd. En nog minder onderdeel. De jonge slotneuzen van de jaren 30-40, die bekomen zich om de dranghekken. Die ging met bezwingende spoed er langsom. En in muntentijd was alles weer weg hier. Echt, voor ieder wat wils, in ieder leven zijn bijdrage na vermogen.